stel je voor, je bent een boer in het westen van het Gooi. Je leven is goed. Je hebt je weilanden, je akkers, volstaan met koetjes en schaapjes. Ineens loopt alles onder. Alles overstroomt. Het jaar is 1672. Jouw land is net onderdeel geworden van de Hollandse Waterlinie. Hallo en welkom bij de Wander Geschiedenis Show, waar we allerlei geschiedenisonderwerpen wat betreft het Gooi altijd aankijken. 1672 staat in de Nederlandse geschiedenis ook wel bekend als het rampjaar. De Republiek werd toen aangevallen vanaf drie verschillende kanten. Op zee door de Engelsen en op land door twee Duitse bisdommen en door het Frankrijk van Lodewijk XIV. Zijn leger was het sterkst. Hij had wel 120.000 man op de been gebracht. Dat is ter vergelijking even ongeveer 10 keer zoveel als de bevolking van Blaricum nu. Het Nederlandse staatse leger was hier niet tegenop gewassen. Als dit zo door zou gaan, dan zou gauw heel Nederland in Franse handen vallen. Inclusief de belangrijkste steden zoals Amsterdam en Den Haag. En dat mocht niet gebeuren. Dus zette Holland een laatste redmiddel in. Van de Zuiderzee in het noorden tot aan de Biesbos in het zuiden werden grote delen land onder water gezet. Velden en weilanden verdwenen onder water, terwijl de kades en dijken boven water bleven. Deze vormden samen met forten en vestingen zoals Naarden hierzo en Muiden een waterlinie. Een onbreekbare barrière waar de Fransen niet langs konden. Hierdoor konden ze niet meer bij de belangrijke steden komen en waren deze veilig. Maar de bevolking die in de ondergelopen gebieden leefde en werkte, had er wel erg veel last van. Vooral boeren zagen veel van hun weilanden en akkers onderlopen. Wat vonden hun daarvan? En probeerden ze nog wat tegen te doen? De oude Hollandse Waterlinie was een verdedigingslinie om met name Holland, het oude Holland, te beschermen tegen de vijanden. En dat deed men door het land onder water te zetten, zodat een leger met allerlei materieel zou vastlopen in de modder. En dat was altijd wel gedoe hoor, want het moest, de opdracht moest komen van degene die op dat moment de legeraanvoerder was. En dat was, kon zijn een graaf of een veldheer namens de graaf of wat dan ook. Nou ja, en dan moesten dus her en der in het hele land moesten er sluizen opengezet worden om de boel onder het water te laten lopen. En daar waren uiteraard de boeren niet blij mee, want het was allemaal goed land wat ze gebruikten om gewoon dingen te bebouwen of vee te houden. En dat werd dan onbruikbaar uiteraard. Boeren die betrapt werden met het saboteren van het openzetten van die sluizen, dus die dichtzetten, ja, die waren echt wel de klos. En of ze nou echt allemaal meteen de doodstraf kregen, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar ze konden wel straf verwachten en misschien werden ze ook wel verbannen. Omdat het van militair strategisch belang was dat dat zo bleef. In die tijd werd daar de geschiedenis besteden geen aandacht aan boeren. Ja, boeren hadden het moeilijk en hebben het altijd moeilijk. Maar ja, waar gaat de geschiedenis over? Die gaat over koningen, graven, heersers, oorlog voeren, huwelijkspolitiek. Dat is allemaal belangrijk volgens historici van toen. Maar boeren, ja, boeren. He, je moet ze hebben, want ze zijn nuttig om wat eten te regelen, maar verder, nee, niet interessant. Na 1672 is de oude Hollandse Waterlinie nog maar één keer gebruikt. Wander heeft nog een documentaire gemaakt over de nieuwe Hollandse Waterlinie en Naarden. Die is terug te kijken op Gooi TV. Kleine spoiler daarvoor, daarna is de Hollandse Waterlinie eigenlijk niet meer ingezet, omdat ja, je vliegt er toch zo overheen. En stel je voor, je zou nu allemaal land van boeren onder water zetten, dan krijg je geheid allemaal trekkers naar Den Haag. Dus dat doen we ook niet meer.